Vandaag gaan we met mijn kordijn. Gaan we dit zakje erin doen. Ik zal het zakje laten zien. We gaan het nu eruit halen. Hoe je dat doet is best wel... Wat voor kordijn is het dan? Wacht even, wat voor kordijn is het dan? Een kordijn dat... Het is echt een hele zachte. Ik kan dit... Maar wat voor kordijn is het dan? Kruipkonijn, denk ik. Je denkt het? Ik weet het niet zeker, maar hier staat het volgens mij. Ja, oké. Okay. Dus ik ga hem nu eruit halen. Oké. Okay. Het gaat een beetje met moeite, maar we krijgen het echt eruit. Oké. Okay. Oké, die zetten we op de grond. Nou, ik had begrepen toen ik hem kocht. Voor jou, hè? Want waarvoor heb je hem gekregen? Voor als ik ziek ben. Ja. Ik gebruik hem, nu ben ik ook niet ziek, maar ik gebruik hem om lekker warm te hebben. Hij is in ieder geval heel zacht, dat zie je ook op de camera. Daarom gaan we hem nu eigenlijk een beetje eruit halen. Dit is een heel moeilijk ding. Dat moet je eigenlijk net een beetje met je nagel opentrekken. Oh ja, daar komt het uit. Uit zijn buik. Dit is het zakje. Ja, het zakje. Het voelt raar. En nu is zijn buik open. Zijn buik is open nu. Wat we gaan doen is het daarin leggen. Oké, okay, hij gaat in de magnetron. Waar gaat hem erin leggen, want het is best gevaarlijk. In de magnetron. Met een glaas water. En dan moet er wat water bij. Zo. Die hebben we. Oh, hier een beetje water erbij. Dan. Dus de volgende stap. Ja. Wat we gaan doen is hem aanzetten. Helemaal tot nul. Ja, zo. Dan gaan we wachten tot hij klaar is. Ja. En dan zoeken we het zakje erin. En ik ga eerst voelen of hij nog warmer of niet warmer moet. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Dus we moeten even wachten. Even 3,5 minuut. Heb je nog wat leuks te vertellen? Ik ben vandaag nog bij mijn opa geweest. Oké. Okay. Misschien had je het wel gezien of niet, maar dat kan ook. Maar het was echt heel gezellig bij mijn opa. Want we hebben ook nog boven in de kamer gespeeld. Oké, okay, leuk. Alleen we hebben niet iets. We hebben eigenlijk een spelletje gedaan, een schortje gespeeld en andere hele leuke dingen. Oké. Okay. Ik zit onder het konijn te kijken eventjes. Wat heeft het konijn nog meer? Heeft die oren? Ja. Mooie zachte oren. Kijk maar even in de buik. Dus... Zijn buik kijken. Wat zie je? Het is geen kangoeroe, hè? Nee. Dit is geen kangoeroe. Nee, want het is een kruipkonijn. Een kruipkonijn. Lekker zacht. Een kruip. Nou, weet je, doe ik hem eventjes nu uit. Zijn we zo weer terug. Ja. Doei! We zijn... Zo. Eventjes kijken zo. Dit is de magnetron, hè? Ja. Het water kookt. Want hij spettert? Hij spettert een beetje het hete water, zie je? Dat kookt goed. Het wordt niet. Jawel, het wordt wel. De warmte gaat juist van het water gaat in de bolletjes zitten. Oké. We zijn hier een half uurtje. Nee joh, 4 minuten muts. 4 minuten dan? 4 minuten is geen half uur. Zo, ja, voor je gedachten is het 4 minuten. Even wachten. Nou. Ja. We zijn er weer. Nou, het is bijna klaar. Nog 10 seconden. En hoe is het met de konijn? Goed. Ja? Het is, heeft hij ook een naam? Wit oogje. Wit oog, maar hij heeft zwarte ogen. We gaan hem nu zwarte oog noemen. We gaan hem nu zwarte oog noemen. We gaan hem nu wit oog noemen. Oké, hij is best wel nat. Hij is heet. Ja, hij is heet. Oké, dus buik open. Buik open. Hij is nat. Ja, buik open. Wat is het? Zijn je nou kak? Ja. Nou, let even op. Twee handen. Doe even zo. Hop, buikje open. Hup, zo. En nu schudden. 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 Stinkt. Ja, dus ruikt eventjes zo. En nu dicht doen. Ja. Ja, ik trek zijn buik op. Doe jij zijn buik eroverheen. Zo, eroverheen. Klitten. En je zit hem dicht. Klittenbandje. Hup. Ah, heet. Ja, hij is lekker heet. Nou, die kan zo meteen in bed. Ja. Heb je hem lekker al? Ja, alleen hij is... Oh, nou, zo meteen lekker in bed. Ja. We gaan nu richting je kamer. Moet je voelen? Ja, ik ga even voelen. Wow, ja. Lekker zeg. Nou, niet ziek worden nou dan. Hey, tot zometeen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als jouw jasje. Oh. De ene is een schaap, de andere is een konijn. Nou. Het is echt zo heet. Blijf je nu even lekker kijken. Ja, want dan gaan we nu eens naar je kamer toe, hè? Ja. Oké, tot zo. En daar moet je weer filmen in mijn kamer. Oké, doe ik. Alright, doei. Hallo, je ziet, ze zijn hier in allemaal ruimte, want dit is mijn kamer. Oké. Okay. We gaan mijn knuffel onder mijn bed stoppen. Oh, lekker, leg je hem alvast in bed? Ja. Lekker warm. Ik leg hem een beetje eronder. Ja, dan is hij lekker zo warm. Dat blijft hij lekker warm. Ja. Dan
nu weer. Nee, oh ja, ja, ho, ho. Wat ga je doen? Wat ga je doen? We gaan nu even naar de badkamer. Ja, je gaat gewoon wassen. Dus dat is heel makkelijk. Ja. Dus je komt zo meteen weer terug in je pyjama. Ja. Ja, oké. Okay. Doei. Nou, even kijken of... of de buikband konijn lekker is. Ze slaapt al lekker. Kijk. Konijn lekker warm. Snurken.